Marette, jullie moesten vandaag. Jullie hebben het echt gedaan, hè? Ja, echt. We hebben vanaf het begin gedomineerd. En ja, uiteindelijk 3-0 winst. En ook echt dikke setstanden. Dus ja, dat is echt een goed gevoel. Maandag viel toch wel even tegen. Na alle hoge verwachtingen bij de buitenwereld, maar ook bij jullie zelf. Wat hebben jullie sindsdien aan gedaan om vandaag zo aan de start te verschijnen? Nou ja, weet je, aan de maandag hadden we echt problemen met het gevoel, ook in het veld. En het was een beetje angstig. En nu hebben we echt laten zien wat we echt kunnen. En ook qua aanvallen. Dat was echt... We konden één weg naar voren en dat hebben we gedaan. En, ja, en ook nog goed volleyballen, dus dat is mooi. Het was heel duidelijk te zien dat er in elke actie explosiviteit zat, hè? Ja, ja, het was alles of niks. En dat hebben we laten zien. Blokkerend, verdedigend, serverend. In de tweede set komt Judith Pietersen erin. Die maakt een geweldige serie. En ja, die Turken die hadden ja, nakijken vandaag. En hoe goed voelt het nu? Wat is nu de sfeer in het team de afloop? Want je moet natuurlijk morgen nog verder tegen Kroatië. Ja, we hebben natuurlijk nog niks. Dus ja, dit is echt heel mooi. Maar de knop moet weer rond naar morgen. Had je verwacht dat je Turkije zo dik kon verslaan? Nee, nee. Wat een hele zware wedstrijd hadden we verwacht. Natuurlijk hier met het publiek wat je uitfluit tijdens het serveren. Maar dat we het zo hebben laten zien op zo'n moment, ja, dat is wel echt een heel goed gevoel. Gefeliciteerd en heel veel succes, man. Dankjewel, Thijs. Kijk, Tuin.